Stel je zit met een biertje op de maan en je kijkt eens naar de lichtjes op aarde. Dan valt je op dat op sommige plekken veel mensen wonen en op andere plekken helemaal niemand. Sterker nog, als je de wereldkaart vervormt naar inwonertal, dan zijn er maar een paar gebieden waar bijna iedereen woont, zoals in India en China waar een kwart van alle mensen woont. In dit filmpje leg ik je uit hoe dat komt en we gaan een aantal woorden bijlangs over bevolking en migratie. Migratie betekent het verhuizen naar een ander land. Bevolkingsdichtheid is het aantal mensen dat op één vierkante kilometer woont. En in de natuur of het platteland is de bevolkingsdichtheid laag. In een vierkante kilometer in de stad is de bevolkingsdichtheid hoog. Als je kijkt naar waar die bevolkingsdichtheid hoog is, dan zie je in Nederland dat Holland en Utrecht dichtbevolkt zijn. En in Amerika dat de kust en vooral de rechterhelft van het land dichter bevolkt zijn. Zo'n kaart laat dus de bevolkingsspreiding zien, oftewel hoe mensen verdeeld zijn over een land. In Azië zie je heel goed waarom dat zo is. De linkerkaart is een bevolkingskaart en de rechter een natuurkundige kaart. De plekken waar niemand woont vallen precies samen met de woestijn en het hooggebergte, waar het koud en dor is. En de plekken waar iedereen op een kluitje woont zijn groen en vruchtbaar, dankzij rivieren en een goed klimaat en vrij vlak land... Kortom, mensen wonen het liefst langs de kust voor handel en visserij, in gebieden die vlak en vruchtbaar zijn voor de landbouw, en in een prettig klimaat, en natuurlijk waar werk te vinden is. In elk land worden baby's geboren, maar om goed te kunnen vergelijken, kijken we hoeveel baby's per duizend inwoners. Dit heet geboortecijfer. Sterfgevallen per duizend inwoners heet sterftecijfer. En op het kaartje zie je dat de arme landen veel baby's hebben, maar door armoede is er ook een hoog sterftecijfer, doordat mensen overlijden aan ondervoeding en eenvoudig te voorkomen ziektes. Ook verbiedt de kerk hier het gebruik van de pil en condooms, hierdoor krijgen mensen veel baby's en eet terwijl dat niet had gehoeven. In rijke landen worden weinig baby's geboren, maar mensen leven ook heel lang vanwege de goede dokters en goede ziekenhuizen. In een land met veel baby's en weinig oude mensen krijg je een bevolkingsgrafiek in de vorm van een piramide. Dit heet dan ook wel een bevolkingspiramide. Links zie je de mannen en rechts de vrouwen. En daarnaast gaat het van onder naar boven, van jong naar oud. Een langer staafje betekent veel mensen. Dit geeft dus een overzicht van de bevolkingsopbouw. Het feit dat hier steeds meer kinderen bijkomen in dit land wijst erop dat de bevolking snel groeit, helemaal als die kinderen straks zelf ook weer kinderen gaan krijgen. De vraag is dan ook, waar leidt dit heen? Er zijn de laatste eeuw zoveel mensen bijgekomen. Toch gaan er ook veel landen krimpen, zoals Japan. In 2050 is meer dan een derde van alle Japanners met pensioen en er zijn maar weinig kinderen geboren. De middelste generatie moet dus heel hard werken om het land welvarend te houden, en dat terwijl de bevolking krimpt. En China is een geval apart. Lange tijd groeide de bevolking veel te hard en daarom besloot de regering, zo'n 40 jaar geleden, dat je nog maar één kind mocht. En sindsdien krimpt het aantal jonge mensen enorm, maar met een akelig bijeffect als je het aantal jongens met het aantal meisjes vergelijkt. Er zijn veel minder meisjes. En dat komt omdat ze in Azië liever jongens hebben. En als er dus een meisje in de buik zit, is er dus zo'n 80 miljoen keer abortus gepleegd of is het meisje weggegeven. En nu zitten China en India met een gigantisch mannenoverschot, die dus nooit een vriendinnetje zullen gaan krijgen. Frankrijk is een voorbeeld van een stabiel land. Er zijn van elke leeftijdsgroep ongeveer evenveel mensen en ja, dat zal ongeveer zo blijven. En ook Suriname zal nou, heel rustig groeien, Curaçao blijft vergelijkbaar qua bevolkingsaantal. In Engeland en Nederland hebben ze zelfs iets minder jonge mensen. En zonder emigratie gaan zij uiteindelijk een beetje krimpen. Zeker als de babyboomers overlijden over 20 jaar. En babyboomers, dat zijn die groep mensen die direct na de Tweede Wereldoorlog geboren werden. Dat waren er best veel. Er was een echte babyboom. In België en Duitsland krijgen veel mensen maar één kind. En de vergrijzing gaat daar heel hard. Steeds minder kinderen. Maar niet overal gaat dat gelijk op links zie je Nederland met hoe groener, hoe meer kinderen en in het midden zie je hoe grijzer, hoe meer bejaarden sommige gebieden hebben weinig kinderen maar wel een heleboel bejaarden en in die gemeente daalt de bevolking nu al krimp heet dat als laatste kijken we naar migratie en bevolkingssamenstelling in onze multiculturele samenleving kom je het onderscheid tegen tussen autochtoon iemand met Nederlandse ouders en allochtoon, iemand die zelf of een van zijn ouders uit het buitenland komt. Er zijn steeds meer mensen die van land verhuizen, oftewel een migratieachtergrond hebben. Er zijn drie hoofdredenen waarom mensen naar Nederland zijn verhuisd. In de eerste plaats waren Indonesië, Suriname en de Antillen 400 jaar lang gewoon onderdeel van Nederland als kolonie. Er werd dus heel wat heen en weer gereisd en verhuisd tussen Nederland en deze landen, ook nu nog voor studies of familiebezoek. Ten tweede zijn veel mensen hier komen werken als fabrieksarbeider in de jaren zestig, vooral Turken en Marokkanen en nu mensen uit andere EU-landen. Tot slot neemt Nederland vluchtelingen op uit oorlogsgebieden. In aantallen zijn dit de grootste minderheden van Nederland. Surinamers, Indonesiërs en Antillianen wonen hier en Nederlanders wonen daar, omdat hun land dus ooit een kolonie was van Nederland. Turken en Marokkanen zijn in de jaren 60 actief door de Nederlandse regering opgehaald en uitgenodigd om hier te komen werken. En de open grenzen van de Europese Unie zorgen ervoor dat Europeanen steeds meer mengen en in buurlanden gaan wonen. Tot slot nemen vluchtelingen een kleiner aantal in. De totale groep van minderheden zijn ze maar weinig van. Maar toch dragen zij er ook aan bij dat Amsterdam en Antwerpen de meest diverse steden zijn van de wereld. Nog meer soorten mensen dan New York, wat dus als derde stad in de wereld staat. Maar al dat heen en weer verhuis heeft wel zo zijn redenen. Aan de ene kant redenen waarom je weg wilt, pushfactoren. En aan de andere kant redenen die jou juist aantrekken om ergens anders te willen gaan wonen, pull-factoren. Oorlog, geweld, honger, armoede en gestoorde dictators zijn voor 60 miljoen mensen een reden geweest waardoor ze gevlucht zijn. Terwijl landen met vrijheid, veiligheid, vrede, welvaart, opleidingsmogelijkheden en een beter leven juist heel aantrekkelijk zijn om naartoe te verhuizen. En dat is niet altijd voordelig als ineens alle sterke volwassen mensen beslissen van jouw land naar een ander land te verhuizen. In het vertrekgebied blijven ouderen dan ziek achter en krimpt de economie. Het wordt er steeds stiller en armer en de belastinginkomsten gaan omlaag en bedrijven gaan failliet. In het vestigingsgebied groeit de economie. Mensen gaan lekker eten van elkaar leren, goede ideeën van elkaar leren en nieuwe vriendschappen ontstaan. Maar toch kun je ook spanningen krijgen als je heel veel migranten tegelijk opneemt. En ook is er in de rijke landen niet plek om plotseling iedereen op te nemen. Kortom, je weet nu een stuk meer over bevolking. Dus de volgende keer dat je met je biertje op de maan zit, kun je eens wat meer vertellen over waarom die lichtjes juist daar branden.